volgt een kort lijstje van zaken die uit het Nederlandse straatbeeld zullen gaan verdwijnen. Het is hard, maar soms is dat nodig. Allereerst zal uit ons straatbeeld gaan verdwijnen de elektrische fiets. Dat is een vorm van doping die we niet langer zullen tolereren. Ik word zeer regelmatig dwars tegen de wind in voorbij gefietst door oude wijven van 73. Het moet gewoon een keer afgelopen zijn. Laatst in de Haarlemmermeerpool, echt windkracht 8 tegen, komt er een voorbij gesuist. Die draait zich daarna nog even op de trappers, nog even om zo, op te zwaaien. Steunkousen wapperend in de wind. Het is zeer slecht voor de moraal van de Nederlandse man. Afgelopen. Tevens zal uit het straatbeeld worden geweerd en verdwijnen de lichtfiets. Dit keer gaat het me niet om het apparaat, het is een schitterende constructie, de lichtfiets. Waar het mij om is begonnen is het onuitstaanbare smoelwerk van het soort mannen wat in een verkeerde broek in die lichtfiets ligt te liggen. Kijk mij eens lekker liggen terwijl ik jou voorbij schiet. Dat moet niet. Dat is klaar. Dus vorig jaar is er zo'n lichtfietser in Zeeland zo ontzettend lelijk terechtgekomen. Die is wekenlang in het ziekenhuis gelegen. Dan zeg ik, oké, dat is een lichtfiets. Dan klopt het. Dan mag het ook. Wat zit je het niet er doorheen? Eleveld, stil. Hij is onder een wals gekomen. Wat zeg je nou? Hij is onder een wals gekomen. Die lichtfietser in Zeeland? Ja. Die is onder een wals gekomen. Ja. Nou, kijk dat aan. Hij ligt op zaal 2 tot en met 7. Nee, niet ook nog te romklappen, niet doen.